een inwoner klopt vandaag in Baarn. De eerste die er in Baarn gehouden is, of gehouden wordt. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het best spannend. Want één, moeten wij als gemeente het nu even loslaten, want u bent dadelijk aan zet. U bent aan de beurt om te bepalen wat de agenda van vandaag wordt. En dat is voor ons als gemeente best bijzonder. Want normaal gesproken is het zo dat de gemeenteraad, het college, druk bezig is. En natuurlijk halen we van alles op uit de samenleving, maar druk bezig is om plannen te bedenken, plannen te ontwikkelen voor ons mooie Baarn. Maar vandaag gaat u daarmee aan de gang. En dat is een manier, een nieuwe manier, een experiment, laat ik het zo omschrijven, om aan de gang te gaan met burgerparticipatie. Het is zo dat het op het ogenblik best zoeken is naar wat u als inwoner verwacht van de gemeente. Daar zit altijd wat discussie tussen gemeente en inwoners. En met een experiment als vandaag proberen we dat wat dichter bij elkaar te brengen. Maar wat ik zeg, het is een experiment. Het is ook spannend voor de raadsleden. Die zijn hier ook en de collegeleden ook. In ieder geval een groot aantal. En voor hun is het ook spannend. Want ook zij moeten even loslaten en kijken wat hier uitkomt. Maar ik blijf het zeggen, u bent vandaag aan zet. U gaat bepalen wat de agenda wordt. U bepaalt waar de prioriteiten liggen. En uiteindelijk gaat u ook met die prioriteiten die u zelf heeft bepaald, gaat u in eerste instantie aan de gang. En dan, natuurlijk als gemeente proberen we u daarbij te ondersteunen, u te faciliteren. Maar het is echt even aan u. En dat is ook voor u misschien wennen. Maar dat maakt het zo leuk op zo'n dag als vandaag. De dag is opgedeeld in een aantal rondes. Dat zal dadelijk uitgelegd worden door Jasper. U wordt door de dag heen begeleid aan tafels. En aan de tafels, en dat is ook wel aardig, zitten mensen van de gemeente die als tafelsecretaris u een beetje door het hele proces heen begeleiden. En ik ben blij dat zij dat ook doen vandaag. En dat is ook een beetje een tweeledig doel van vandaag. Eén, om u aan het woord te laten hun prioriteiten te stellen. En twee, om ook het gemeentehuis naar buiten te brengen. En de medewerkers die vandaag aanwezig zijn ook te laten horen en te laten beleven wat er nou leeft in die Baarnse samenleving. Dus daar snijdt het mes wat mij betreft aan twee kanten. Ik hoop dat er hele mooie ideeën uitkomen om ons mooie dorp, stad en het dorpskarakter nog mooier te maken. Heel veel plezier vandaag. Gehandhaafd wordt, dan gaan we toch proberen harder te rijden. Bewust of onbewust. Maar er moet wel iets aan gebeuren. Kleine evenementen zoals straattheater en misschien kunst in het centrum. Dingen zoals vorstelijk proeven moeten we aanmoedigen. Er werd gezegd op de Brink, de bibliotheek. Of er moet in ieder geval een brede organisatie zijn zoals het Brinkhuis in Laren, waar je naartoe gaat. Meld verdachte situaties. Als je iets ziet wat verdacht is, meld het en denk niet van ach, laat na of het zal wel niets zijn. Laten we ook niet gaan leven in de illusie van onbeschermdheid. En het begint ook met groet elkaar op straat, zodat we toch een meer iets hechtere gemeenschap krijgen, iets meer aandacht gaan krijgen naar elkaar toe. Met name punt 1, dat is dan het gedeelte van de A1. Dat zal een onderdeel moeten worden die, van de planontwikkeling. Harde randvoorwaarden stellen die in de periode 2018-2022 de volgende raad iets van de burger verwacht. En ik ben er zeker van, en de eerste signalen zijn zeker hier allemaal aanwezig, dat iedereen bereid is daarin bij te dragen voor zover mogelijk en voor zover tijd en kansen. Wellicht is het begin om met een hele hoop partijen te gaan praten en te proberen om een soort project te maken van hoe gaan we nou die één echt op de kaart zetten.
Nou, dan kom je natuurlijk al heel gauw op eemlust, want die zit al aan die eem. Dus misschien vinden die het wel leuk als er ook een soort strand bij komt. Want dat geeft. Ik woon sinds een jaar in Baarn en ik heb heel veel te maken met de basisschoolleeftijd. En ik merkte al heel erg snel dat in de leeftijd van 12 tot en met 18 er ontzettend weinig aanbod is voor deze kinderen. En ik zie dan ook op straat dat deze kinderen rondhangen en dan komen we bij Baarn veilig voor iedereen, dus een heel probleem. En dat er veel meer mogelijkheden zouden kunnen zijn voor deze kinderen. Pas als de kinderen merken dat het echt fout gaat, dat er thuis onveilige situaties zijn, dat dan pas die hulp komt. Nou, het zou zo fijn zijn als wij er met mensen heen staan, dat was de eerste. Bewonersinitiatieven, die willen wij weer graag terug als dat kan. Je hebt wijkwerkers, je hebt jongerenwerkers. Wijkraad zou heel fijn zijn als dat zou kunnen. Meneer Roel, dit is de eerste inwonertop van Baarn. Wat is het doel hiervan? Nou, het is begonnen eigenlijk, en dat werd al een beetje toegelicht, dat het idee is dat er een soort kloof is tussen gemeente en burgers. En dat inwoners heel veel zelf kunnen doen. Nou, dat is eigenlijk wat vandaag ook gebeurd is. In groepen hebben mensen met elkaar gesproken wat zij het belangrijkst vinden in Baarn. En daar zijn 10 prioriteiten naar voren gekomen, waar ze nu in eerste instantie zelf mee aan de gang gaan. En als gemeente faciliteren wij dat. Hoeveel mensen zijn er uitgenodigd en hoeveel zijn er gekomen? We hebben 1000 mensen uitgenodigd en daar zijn er, ik denk, net geen 100 gekomen vandaag. En er hadden zich 108 mensen aangemeld. En dat is een hoog percentage als ik dat terughoor vanuit andere gemeenten. En ik zag een lijstje met 10 punten. Zijn die opgesteld door de gemeente of zijn die vandaag aan de orde gekomen? Nee, dat was het aardige. Wij hadden helemaal geen agenda. Dat is op zich wel heel bijzonder dat we een vergadering of een bijeenkomst beginnen zonder agenda. Dus al die punten, al die 10, die zijn door de mensen die vandaag aanwezig zijn geweest naar voren gebracht. Nou, wat me opviel, maar dat zeg ik maar. Ik las ook in de krant, hondenpoep komt aan de orde. Ik heb het niet gezien. En ik dacht ook, ik ga eens goed opletten. Maar het valt misschien wel mee met die hondenpoep. Nou, wat mij opviel, was dat er heel veel mensen eigenlijk zeggen van, we zijn eigenlijk wel heel blij dat we in Baarn wonen. En dat we eigenlijk heel weinig dingen hebben die echt heel vervelend, heel slecht zijn. En dat is denk ik wel heel belangrijk om dat ook met elkaar te constateren. Tuurlijk zijn er dingen die beter kunnen. En die komen ook hier naar voren. Maar het is ook belangrijk om te constateren dat we in een prachtige omgeving leven. Waar natuurlijk mensen het soms wat minder hebben, de een wat minder dan de ander. Maar het is een prettige omgeving om te wonen en te werken en te leven. En dat hoorde u ook, want er zijn niet alleen maar een klachtenlijstje. U hoorde ook positieve dingen dus. Absoluut, absoluut. En je komt hier wel om een aantal prioriteiten te stellen wat nog beter kan. Nou, die zitten hier ook. En wat ik zelf een hele aardige vond, was beleefde Eem. Er gebeurt natuurlijk al van alles op de Eem. En dat is overigens wel een belangrijk punt wat ik constateer is. Dat trek ik dan even naar de gemeente toe, dat wij op het gebied van communicatie toch ook nog wel iets te doen hebben. Want er gebeuren een aantal dingen die hier benoemd zijn. Er zijn al allerlei activiteiten, vinden er plaats. Maar blijkbaar is dat nog niet helemaal helder bij iedereen. Dus daar moeten we denk ik aan werken. Dat is een les die ik dan maar even oppak van vandaag. Ja, en het borrelt ook steeds weer op, hè? Bebouwing aan de Eem. Maar als ik het zo hoor, wil niemand daarvan weten. Nee, ik heb niks over bebouwing gehoord. Bebouwing is natuurlijk, we hebben wel een opgave met elkaar om iets te doen. Dus daar moet je wel keuzes in maken. Nou, die hele discussie die speelt op dit moment in de Raad, die zit niet aan de Eemkant. Dus dit krijgt allemaal een vervolg. Ja. En dat kunnen mensen ook volgen via de krant misschien? Ja, via de krant, via Facebook, via Twitter, via de website van de gemeente. Dus dat wordt breed verder gecommuniceerd van wat de uitkomst is van vandaag. In februari vindt er een nieuwe bijeenkomst plaats waar de resultaten van de verschillende groepen naar voren worden gebracht, bekend worden gemaakt, waar ze het presenteren. En tot die tijd zullen de groepen aan de gang gaan om verder uitwerking te geven aan wat ze als prioriteit hebben aangegeven. Gaan we nog een keer?